Ja, de underdog heeft gewonnen. Eén speelster heeft zich inmiddels ook kunnen losmaken uit de Polonaise. Janine Stoeten. Hoe goed voelt deze prijs? Ja, echt geweldig. Ja, ik volleybal 7 jaar bij de divisie ervoor en nog nooit een prijs gepakt. Dus ja, voor mij voelt het geweldig, voor het team voelt het geweldig. We hebben zo hard gewerkt. Het is er nog niet altijd uitgekomen tot nu toe, maar ja, vandaag en gisteren hebben we gewoon supergoed gespeeld. Dus, ja, hoe kan dat? Hoe komt dat ineens allemaal samen? Want jullie waren 2 keer de underdog. Ja, klopt. Ik denk gewoon dat we heel goed op het goede moment de puzzelstukjes in elkaar vielen. We hebben een aantal wisselingen gehad, ook binnen het team, qua posities. En ik denk dat het nu op de goede manier, op het goede moment, samenviel. Een Almeloos feestje, hoe ziet dat eruit? Ja, ik denk heel gezellig, heel veel muziek, een beetje drankjes en in ieder geval heel veel gezelligheid. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Dan kunnen ze best daar.